Goedenavond. De Vlaamse katholieke kerk speelt een voortrekkersrol. Ze is de eerste binnen de katholieke kerk die de deur formeel openzet voor holebi's. Ik kom studenten tegen die met hun identiteit gevangen zitten, mede omdat ze het gevoel hebben dat de kerk instaat tussen hen en tussen God. En die mensen kun je dus nu, vanaf nu, veel genereuzer, veel warmer, erkennender tegemoet treden. Er zijn problemen met medicatie in rusthuizen, zegt Vlaams minister Crevits. Ze vraagt de zorginspectie om beter toe te zien bij incidenten. Уважаемые херсонцы, земляки, Херсонской области администрация приняли решение подготовить и провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Rusland gaat nog deze maand een referendum houden in de gebieden die het heroverd heeft in Oekraïne. En na 11 jaar renovatiewerk is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen klaar voor de heropening dit weekend. De katholieke kerk in Vlaanderen doet wat nog geen enkele katholieke kerk ter wereld gedaan heeft. Ze zet binnen haar werking een structuur op om holebi's volledig te aanvaarden binnen de kerk. Er komt een aanspreekpunt en een draaiboek voor een gebedsdienst om holebi-relaties in te zegenen. Kerk en homoseksualiteit is nooit een eenvoudig huwelijk geweest. Maar de Vlaamse bisschoppen willen dat nu structureel anders. Deze Willy Bombeek, zelf homo en gelovig, wordt coördinator van het aanspreekpunt homoseksualiteit en geloof. We gaan zien wat dat de vragen zijn. Mensen die in gesprek willen gaan, holebi's die in gesprek willen gaan, ouders die in gesprek willen gaan, dat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen vanuit acceptatie. Dus dat ze volledig volwaardig lid zijn. Als ze ook eens gewoon hun verhaal willen doen, dat ze ook de ruimte krijgen om het te doen. Of ze willen een viering in een kerk, dat we ook helpen aan een priester, waar ze die viering kunnen doen. En daarvoor is nu ook een structuur. Volgens de Vlaamse bisschoppen past de oprichting van het aanspreekpunt helemaal in de geest van wat paus Franciscus zegt. En bij waar er nu bij ons in Vlaanderen nood aan is. Het is niet onze bedoeling om hier nu vooruit te lopen voor de wereldkerk. Onze bedoeling is te doen wat hier moet gebeuren. Het is een evolutie, geen revolutie. Holebi's moeten zich beter aanvaard voelen in de kerk, maar het kerkelijk huwelijk blijft exclusief weggelegd voor man en vrouw, zoals Rome dat voorschrijft. En ook bij de timing stellen sommigen zich vragen. Komt dit geen 20, 30 jaar te laat? Het komt nooit te laat. Vandaag nog plegen jongeren zelfmoord op basis van identiteit. Vandaag leven nog mensen met pijn die ze gehad hebben. En ik denk dat we daar aandacht moeten aan geven. Dus mensen die in het verleden hebben geleden daaronder, krijgen vandaag erkenning. Er gebeurde al veel, maar het gebeurde achter de schermen. Het nieuwe van vandaag is dat wij ons als bisschoppen in zekere zin ook duidelijk achter onze pastoris zetten. Achter de families in de kerkgemeenschap die daarmee bezig zijn en creatief zoeken naar passende oplossingen. Het aanspreekpunt voor holebi's in de katholieke kerk is het eerste in zijn soort. Met dit initiatief tonen de Vlaamse bisschoppen lef, is te horen in theologische kringen. En het zal wellicht leiden tot heel wat discussie tussen voor- en tegenstanders. De Vlaamse bisschoppen steken absoluut hun nek uit, zijn de eerste die dit mogelijk maken. Anderzijds zie ik ook een ontwikkeling in de kerk waar dit bij past. Paus Franciscus heeft al 3 keer een brief geschreven naar een bekende homopastor James Martin in de Verenigde Staten. Duitse bisschop heeft pas gezegd dat homoseksualiteit een gave van God is. Onder pastoren leeft al heel lang, een aantal pastoren, een positieve bewogenheid om deze groep parochianen. En dus ze hebben hun nek uitgestoken, maar tegelijkertijd borrelt en bruist het al een tijdje. Savaria, de belangenvereniging van de holebi-gemeenschap, is tevreden met de beslissing van de Vlaamse bisschoppen. Maar ze wijst erop dat er nog meer moet gebeuren. Ze vindt dat de gebedsviering om homorelaties in te zegenen snel moet evolueren naar een volwaardig huwelijk. Voor ons is dat een goede eerste stap. Dat is een stap in de goede richting voor alle mensen van de LGBT+-community die gelovig zijn. Dat zij toch binnen hun eigen geloof erkend worden. Dus dat is wel een hele goede stap. Nu, Savaria streeft naar gelijkwaardigheid. En dat is in dit geval nog altijd niet de case. Dus het is voor ons ook belangrijk dat de kerk zo snel mogelijk verdere stappen zet in het volledig gelijkwaardig behandelen van al hun gelovigen.
Ik moet zeggen, ik heb gisteren thuis gewerkt en het was toch al ietsje kouder. We hebben voorlopig beslist om de verwarming nog niet aan te zetten. Maar een extra trui aandoen, dat helpt ook. Zit er een terug naar kantoorgolf aan te komen als gevolg van de hoge energieprijzen? Het baart sommige bedrijven in elk geval zorgen, zo kopt de krant De Standaard. Net nu telewerk na corona is ingeburgerd en veel bedrijven bespaard hebben op kantoorruimte, zouden werknemers weer meer naar kantoor willen komen om thuis energiekosten uit te sparen. Op de werkvloer van SD Works in Antwerpen is het vandaag druk. Na jaren van overwegend telewerk door corona zorgen de stijgende energieprijzen ervoor dat werknemers liever op kantoor werken. De ratio is meestal 3 keer op kantoor en meestal 2 keer thuis. Maar toen stond de verwarming ook nog niet aan. Dus als hij opnieuw aan moet gaan staan, zal dat wel iets veranderen, denk ik. Ik heb een variabel contract, dus ik heb er een beetje schrik voor. Dus dan ga ik zeker thuis niet liggen verwarmen om daar dan alleen te zitten. Dus liever dan hier. Maar meer werknemers op de vloer, dat betekent ook meer energiekosten voor de werkgever. Hier blijft iedereen alvast welkom. We gaan dat stelselmatig bekijken aan de hand van de bezittingsgraad. De bezittingsgraad die we gaan meten via onze applicatie Book My Desk. En dan kies ik bijvoorbeeld dat ik hier morgen kom werken in Antwerpen op de 5e verdieping. En dan zie ik een plattegrond van ons kantoor en kan ik daar een stoel kiezen. Stel dat het inderdaad dat we vaststellen dat bepaalde omgevingen, verdiepingen permanent leegstaan of op bepaalde momenten, dan gaan we inderdaad wel verder bekijken of deze bijvoorbeeld afgesloten kunnen worden. Een werkgever kan niet eenzijdig beslissen dat werknemers niet meer naar kantoor mogen komen. Omgekeerd kan dat ook niet. Wat de werkgever wel kan doen, is de thuiswerkvergoeding optrekken. Die thuiswerkvergoeding die bedraagt sinds 1 september €142,95. Dat is eigenlijk het maximum dat een werkgever kan gaan toekennen, vrij van RSZ en belastingen. Dus als het bedrag bijvoorbeeld op €50 zou liggen in de onderneming, heeft men nog wel wat marge om dat bedrag te gaan verhogen en op die manier ook eigenlijk in die kosten van verwarming te gaan tussenkomen. De 65.000 federale ambtenaren blijven welkom op kantoor deze winter. Minister van Ambtenarenzaken Petra de Sutter wil hen niet verplichten thuis te werken om te besparen op energie en kantoorruimte. Ze vindt het ook niet per se energiezuiniger dat overheidspersoneel de eigen woonkamer individueel zou verwarmen. Minister de Sutter heeft wel maatregelen klaar om in de ruim 900 federale overheidsgebouwen 15% energie te besparen. En die zouden vanaf maandag ingaan. Dat gaan we doen door de thermostaat lager te zetten op 19 graden. Door de verlichting volledig uit te schakelen na 19 uur 's avonds. En door mensen ook meer te groeperen in kleinere lokalen. Zodanig dat je eigenlijk maar moet verwarmen of elektriciteit voorzien daar waar mensen aan het werk zijn. Zonder dat we iets veranderen aan de bestaande telewerkregeling die er is. Maar we willen iedereen de kans geven om op kantoor te komen werken als ze dat willen. Omdat de energiefactuur natuurlijk voor iedereen individueel wel aan de hoge kant uitvalt deze dagen. Ook Brussel gaat energie uitsparen. In alle gebouwen van de stad gaat de thermostaat een paar graden naar beneden. In de scholen wordt de temperatuur verlaagd tot 19 graden. In kantoren en theaters wordt dat 18 graden. De straatverlichting in Brussel blijft wel branden voor de veiligheid. In het Sportpaleis en de Lotto Arena in Antwerpen zal het voortaan 19 graden zijn in plaats van 21. En daarbovenop zullen de hogere energiekosten doorgerekend worden aan de concertgangers, in de ticketprijzen of in hogere prijzen voor consumpties. Kunstenhuis De Singel in Antwerpen gaat drastischer te werk. De Singel sluit de deuren komende winter voor een hele maand, van 19 december tot 14 januari, omdat energie zo duur is geworden. Alle producties en festivals die in die periode gepland waren, worden verschoven naar een andere datum. Niet alleen energie, veel producten en diensten zijn duurder geworden. Dat maakt dat ook veel meer studenten dan anders komen aankloppen bij de sociale dienst van hun hogeschool of universiteit. Dat wordt duidelijk nu het academiejaar start. De studenten die langskomen vrezen dat ze het niet zullen redden zonder extra financiële hulp. Op de VUB-campus is het voorlopig nog stilte voor de storm. Maar toch draait de dienst studiefinanciering wel al op volle toeren.
Tegenover dezelfde periode vorig jaar krijgen ze hier zowat de helft meer aanvragen binnen. En daaruit blijkt toch vooral bezorgdheid. Gaan we dit jaar nog kunnen betalen? Gaan we nog op kot kunnen zitten? Hoe zit het met die kotprijzen en wat dat daar, de energiecrisis, welk effect dat dat heeft? Ik heb momenteel nog geen kot kunnen vinden, bijvoorbeeld, omdat de prijzen heel duur zijn. En ja, iets fatsoenlijk, dat begint al vanaf 700, 800 euro hier. Dus ja, ik maak mij daar wel zorgen om. Oké, have a nice day. Bye-bye. Safa is zelf jobstudent en door hier te werken is ze zich nog bewuster van de financiële onzekerheid waar veel van haar generatiegenoten mee kampen. Heel veel studenten hebben heel veel moeilijkheden eigenlijk om rond te komen. En ik snap dat eigenlijk wel als student zijnde dat dat niet altijd heel evident is. Dus het opent me wel echt de ogen. Ik zie wel heel vaak zo door in aanraking te komen met die situaties en zo dat inderdaad wel... heel erg kan uitdraaien. Volgens ons ligt het vooral aan de ene crisis die de andere opvolgt en dat de bezorgdheid bij de studenten, zowel als bij de ouders, blijft. Dus we komen eigenlijk uit een pandemie, nu in een energiecrisis, dat toch heel veel vragen oproept bij zowel studenten als ouders. Ook Quinty kan erover meespreken. Zij combineert een job op deze dienst met nog een andere bijbaan en dat uit pure noodzaak. Ik heb in het verleden wel een studentenjob gehad, altijd. Maar nu heb ik er eentje extra bij. Normaal deed ik dat enkel in het weekend. Maar nu ga ik ook door de week bijwerken. Omdat het nodig is? Omdat het nodig is, inderdaad. Ik begrijp wel dat het voor veel studenten moeilijk is. En ook zeker voor de ouders, want financieel is het echt zwaar. Ook zeker omdat het Brussel is. En het is een dure stad, dus ja, we leven in tijden van crisis. Vlaams minister van Welzijn, Hilde Krevits, wil dat de zorginspectie beter toeziet op het gebruik van geneesmiddelen in woonzorgcentra. Het gerecht en de woonzorgcentra zelf moeten ook beter communiceren als er problemen opduiken. Krevits zegt dat omdat er opnieuw twee gerechtelijke onderzoeken zijn opgedoken over mogelijk verkeerd gebruik van medicatie. Wat een ding van het lam hotseslingen, wat je dan van niets weet. Het West-Vlaamse Oost-Rozebeke is begin van de maand in shock. Het gerecht onderzoekt drie mogelijke moorden en zes moordpogingen in een woonzorgcentrum. Bewoners zouden onterecht insuline hebben gekregen. Later duikt zo'n onderzoek ook op in Hasselt en daar blijft het niet bij. Het gaat over een geval waar insuline is toegediend aan een persoon die geen diabetespatiënt was. De persoon is overleden en daar rond is er een strafrechtelijk onderzoek lopende. Maar de bewoner zou niet overleden zijn door de insuline, blijkt nu. Wel, het toont eens te meer aan hoe belangrijk het is dat we correct geïnformeerd worden, onder andere door het parket. Volgens onze informatie is de overledene in een woonzorgcentrum in het Limburgse Halen een natuurlijke dood gestorven. Er waren aanwijzingen dat ze insuline zou zijn toegediend, maar dat bleek niet het geval te zijn. Er is nog een dossier waar er medicatie foutief zou toegediend zijn. Er is niemand overleden, maar er is wel een gerechtelijk onderzoek dat loopt. En ook dit dossier is voor mijn administratie, mijn inspectie, natuurlijk van belang om de kwaliteit van het medicatiegebruik in het woonzorgcentrum te kunnen beoordelen. Want daar loopt wel wat mee mis, blijkt uit een steekproef. Medicijnen worden niet altijd juist klaargezet en zijn nog vaker bij toediening niet meer te identificeren. De inspectie moet meer doen dan dat vaststellen. Bijna in elk inspectieverslag vind je aandachtspunten rond het toedienen, het gebruik van medicatie. Ja, laat ons nu eens om het jaar bijvoorbeeld kijken waar zie je de grootste problemen en hoe kunnen we vanuit de overheid dan ook gericht helpen, tools geven aan de woonzorgcentra om er beter mee om te gaan. Voor Vlozo, de koepel van commerciële woonzorgcentra, komen de nieuwe incidenten niet onverwacht. Iedereen weet dat de sector al jaren een tekort heeft aan mensen en aan geld, zegt Vlozo. We zijn een sector die eigenlijk al jaren ondergefinancierd is. Na die hele zware coronajaren kampen we ook eigenlijk met een heel groot structureel personeelstekort. We zien ook eigenlijk een fenomeen van dubbele vergrijzing. Niet enkel de bevolking veroudert en vergrijst, maar ook het personeel, het meest ervaren personeel in de woonzorgcentra, die vertrekken nu op pensioen. Of eigenlijk zijn uitgeblust en zoeken andere carrières op. U zegt we hebben meer mensen nodig, maar als die er niet zijn, wat dan? Kijken naar andere mensen met andere competenties, andere profielen, om die te kunnen inschakelen ook in de zorg. Straks toch ook positief nieuws over de woonzorgcentra. Een uitvinding die mensen met dementie rustig maakt, zeker wanneer ze gaan ronddolen.
Eerst naar de oorlog in Oekraïne. Door de veranderende frontlijn in het oosten, waar de Oekraïnse troepen terrein winnen, komt Rusland nu met een opmerkelijke tegenzet. In vier Oekraïnse regio's, Donetsk en Luhansk in het oosten en delen van Kherson en Zaporizhia in het zuiden, worden vanaf vrijdag volksraadplegingen gehouden. De vraag aan de bevolking zal zijn of ze al dan niet willen aanhechten bij Rusland. Het moest plots blijkbaar snel gaan. De zogenaamde publieke kamer van het afgescheiden Luhansk kwam als eerste met een oproep voor een referendum voor aanhechting bij Rusland. Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации. Донецк sloot zich al snel aan. Vanmiddag waren er dan meteen concrete data. Vrijdag begint het referendum, dinsdagavond is het afgelopen. De echte stembureaus gaan één dag open, maar de kiezers kunnen ook op andere dagen stemmen. Het is een смешанный вид голосования с учетом безопасности, которую мы нам необходимо будет предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие в голосовании. Maar ook recent veroverde gebieden in Kherson en Zaporizhia gaan gelijkaardige referenda organiseren op hetzelfde moment. Zo zou Rusland zijn grondgebied gevoelig kunnen uitbreiden met ongeveer een vijfde van Oekraïne. Dat nieuwe Russische grondgebied zal dan verdedigd kunnen worden met alle middelen, waarschuwde oud-president Medvedev. Rusland zou zijn reserves kunnen mobiliseren en in het slechtste geval zelfs kernraketten kunnen inzetten. Прямого волеизъявления, они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. In het Russische parlement werden alvast de straffen voor desertie, vrijwillige overgave en plundering gevoelig opgetrokken. Zeker in tijden van mobilisering, staat van beleg of oorlog. En zo wordt een gevoelige escalatie van de oorlog in snel tempo voorbereid. Deze drastische Russische stappen komen er na de snelle opmars van het Oekraïnse leger ten oosten van Kharkov. Blijkbaar ziet het Kremlin geen andere mogelijkheid meer om de Oekraïners tegen te houden. In Iran is er protest op sociale media en in verschillende steden ook op straat na de dood van de 22-jarige vrouw Mahsa Amini. Ze werd vorige week opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Ze belandde in een coma en overleed 3 dagen later. Officieel klinkt het dat ze een hartstilstand kreeg, maar volgens ooggetuigen werd ze mishandeld. Bij het protest zijn al zeker 3 doden gevallen. Luid protest in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar vooral universiteitsstudenten massaal op straat komen. Maar ook in andere Iraanse steden zijn er betogingen. In Iraans Koerdistan zouden zelfs al doden gevallen zijn. Op sociale media circuleren veel filmpjes van vrouwen die hun hoofddoek afwerpen uit protest tegen de dood van Mahsa Amini. Sommige vrouwen steken hun hoofddoek zelfs in brand. Men and women are together, shoulder to shoulder, and this is the first time that women taking off their hijab, which is a punishable crime, but they are fed up. They are furious. In Iran is de hoofddoek voor vrouwen verplicht sinds de islamitische revolutie van 1979. De zedenpolitie kijkt streng toe, maar meer en meer Iranezen willen keuzevrijheid. Ik denk dat ik een hijab moet afdoen. Je weet, hijab is obligatorisch. Iedereen die een hijab wil, moet een hijab afdoen. Iedereen die niet wil, moet afdoen. Dat de Iraanse autoriteiten erg verveeld zitten met de zaak, bewijst het vrijgeven van deze camerabeelden vanuit het politiekantoor. Hierop is te zien hoe Mahsa Amini na haar aanhouding flauw valt. Dit moet bewijzen dat de vrouw stierf aan een hartstilstand en niet aan mishandeling. Iranian regime denied that they beat her up, but see the videos of thousands of other women getting beaten up in the streets for years and years. Hijab police
always harassed and beat women while arresting them. De Iraanse president heeft een onderzoek bevolen. In Pakistan komt er geen einde aan de ellende na de uitzonderlijk felle moessonregens. Die maakten al 1500 doden. En het water uit de overstroomde gebieden trekt maar heel langzaam weg. Daarbovenop sterven er nu elke dag mensen aan ziektes die veroorzaakt worden door het stilstaande water. Vooral de provincie Sindh in het zuiden van Pakistan is zwaar getroffen. Het regent niet meer en het acute gevaar lijkt nu geweken, maar veel dorpen blijven nog altijd omgeven en afgesloten door het water en zijn alleen in bootjes te bereiken. Het stilstaande water is een poel van bacteriën en parasieten. Gezondheidswerkers zien hoe infectieziekten de kop opsteken en snel verspreid raken. En ook wie gevlucht is voor het water en nu in opvangkampen verblijft, is kwetsbaar. De ziekenhuizen liggen overvol en de gezondheidswerkers zijn overbelast. Ook al omdat er door de overstromingen veel medische infrastructuur vernield werd. Daarbovenop komt de schade aan de landbouw en aan het graasland. De overstromingen zelf kosten al het leven aan naar schatting 700.000 dieren. Nu komen daar de runderen bij die omkomen van honger. Orkaan Fiona blijft razen boven het Caribische gebied. De storm hangt nu boven de Turks en Caicos-eilanden ten noorden van de Dominicaanse Republiek. Iedereen moet er binnen blijven. Gisteren al zette Fiona Puerto Rico zonder stroom. Meer dan 3 miljoen mensen zijn getroffen. Volgens de autoriteiten zal het nog dagen duren voor ze allemaal weer stroom hebben. In Oeganda is er een nieuwe uitbraak van het zeer besmettelijke ebola vastgesteld. Voorlopig zijn de besmettingen beperkt tot 1 regio, Mubende. Daar is een man van 24 die ebola had overleden. De VN-gezondheidsorganisatie helpt mee op het terrein om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. En in Nederland, in Den Haag, is de Nederlandse koninklijke familie uitgejouwd tijdens Prinsjesdag. Boze boeren en tegenstanders van het overheidsbeleid hielden ook omgekeerde Nederlandse vlaggen omhoog als teken van protest. De politie heeft 5 mensen aangehouden. Zondag zijn er vervroegde parlementsverkiezingen in Italië. En daar wordt in heel Europa met veel belangstelling naar uitgekeken. De koploper in de peilingen is de radicaal rechtse partij Fratelli d'Italia onder leiding van Giorgia Meloni. Zij maakt kans om premier te worden. Daarvoor moet ze een meerderheid kunnen vormen met een paar andere rechtse partijen. De Lega van Matteo Salvini en Forza Italia van oude bekende Silvio Berlusconi. Er is ook een linksblok rond de sociaaldemocraten van de Partito Democratico van voormalig premier Enrico Letta. En dan is er nog de vijfsterrenbeweging van oud-premier Giuseppe Conte, die zich nog links, nog rechts wil noemen. Maar de blikvanger van de strijd is dus Giorgia Meloni. Futuro premier del governo di centrodestra è con noi Giorgia Meloni. We zijn in Zuid-Italië, in Caserta, vlakbij Napels. Een verkiezingsmeeting van Fratelli d'Italia, de radicaal-rechtse partij van Giorgia Meloni. Grazie per questa bella accoglienza, cari amici di Caserta, cari amici campani. Meloni leidt in de peilingen en maakt kans om straks de eerste vrouwelijke premier van Italië te worden. We crediamo in Giorgia, crediamo nei suoi valori e crediamo di poter risollevare l'Italia. Voglio dare orgoglio a questa gente, perché in Italia abbiamo tutti gli stessi diritti, indipendentemente da cosa votiamo. E non verrete.
sarete mai discriminati da Fratelli d'Italia perché non la pensate come Fratelli d'Italia. Nochtans maken organisaties voor minderheden zich zorgen als Meloni aan de macht komt. Daarom kwamen deze jongeren protesteren tijdens de verkiezingsmeeting. Non mi ritrovo nelle sue idee riguardo i diritti civili, riguardo le questioni sociali ed è per questo che mi preoccupa essere rappresentata nel paese da una persona con questo tipo di idee. Ook vanuit de EU klinkt bezorgdheid door haar harde toon en bijvoorbeeld haar visie op migratie. È chiaro che in Italia si entra solo legalmente. In Italia non si entra illegalmente. Questo è un modo serio di gestire il famoso blocco navale. Ma il blocco navale è un atto di guerra, perché qui dipendono tutto quello che hanno sentito di da un altro, non studia nessuno. Lo puoi fare tranquillamente in accordo con le autorità libiche nel caso specifico. Quindi, de boodschap van Meloni slaat aan op vele Italiaanse pleinen. Al speelt ook mee dat de Italianen de andere gezichten en recepten al geprobeerd hebben. Ci vuole un cambio di rotta, perché fino ad ora siamo arrivati a qui. Il futuro sicuramente non sarà roseo. Diamo la possibilità a Meloni di governare e vedere che cosa riusciamo a fare, che cosa riesce a fare di bene per l'Italia. Viva Caserta, viva la Campania, viva Fratelli d'Italia, grazie! Ter zake zendt straks een langere reportage uit over Giorgia Meloni en Fratelli d'Italia. En dat is om 8 uur op Canvas. Na een renovatie van 11 jaar gaat het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen komend weekend weer open. Het vernieuwde gebouw is al voorgesteld aan de pers. Zaterdag en zondag is er een groot openingsfeest voor het publiek. De Vlaamse regering heeft meer dan 100 miljoen euro in de verbouwingen gestoken. Geld dat volgens minister van Cultuur Jan Bon goed besteed is. Als je dat aan het groot publiek vertelt, dan zegt men al snel, ja, zoveel geld. Maar als je dat aan mensen in de bouw en in het vastgoed meedeelt die de complexiteit van een gebouw als dit kunnen lezen, dan tonen ze veel respect voor die aangewende middelen. Wij deden dat om één reden. Nergens beter dan hier komen onze Vlaamse meesters tot hun recht. Nergens voelen ze zich meer thuis. En hoe die vernieuwde thuis eruit ziet, dat mochten wij alles gaan bekijken. We kregen een rondleiding van directeur Carmen Willems en conservator Nico van Hout. De gevel blinkt weer, maar het is vooral binnenin dat het museum een transformatie onderging. Een nieuwe ingang beneden, een grondige restauratie van de oude zalen en extra museumzalen die in de open ruimte van het oude museum werden gebouwd. De tentoonstellingsruimte is zo 40% groter geworden. We hebben in de eerste plaats het historische volume gerestaureerd, gerenoveerd. En pal in het hart van dat volume is dit nieuwe gebouw toegevoegd. En we staan hier in de Ensorvleugel. En je ziet ook meteen heel veel kunstwerken hangen. De eerste stap die we hebben moeten zetten in het hele project is een intern depot bouwen om die kunstwerken in veiligheid te kunnen brengen. En op het moment dat ze terug op zaal konden komen, is er eerst een jaar het klimaat getest. Dus als je dat hele proces samenneemt, dat duurt gewoon lang. Het pronkstuk is deze Rubuszaal, waar Rubus, Jordaens en Van Dijk nog snel worden schoongemaakt. Het museum toont 650 werken door elkaar. Een werk van Tuymans hangt naast werken van bijna 600 jaar ouder, Van Eyck en Fouquet. Een klassiek museum draait meestal rond chronologie. Dat wil zeggen dat men van oud naar nieuw gaat. Wij daarentegen, wij opteren voor een thematische opstelling rond toegankelijke thema's, zoals hier bijvoorbeeld in deze zaal rond het thema licht. Het museum heeft ook nieuwe kunst laten maken en werkt aan een bijzonder kinderparcours. We willen heel graag een museum zijn voor iedereen. En deze zeer opvallende installaties zijn van Christophe Koppens. En zij zijn uitvergrote details uit schilderijen. En zij zullen de kinderen leiden eigenlijk door heel het museum uit op een wonderlijke ontdekkingstocht. Vanaf zaterdag kunt u na 11 jaar zelf op ontdekkingstocht. Aan de vooravond van Werelddementiedag heeft een woonzorgcentrum in Wakke bij Waregem de prijs gekregen voor zorgvinding van het jaar. Ze gebruiken lichtstrips om mensen met dementie te helpen. Die wijzen hen de weg wanneer ze 's nachts door de gangen dolen en soms ook andere kamers binnengaan.
Lichtstrips ingewerkt tussen houten latten, het blijken rustbrengers voor mensen met dementie. In woonzorgcentrum Samen in Wakken liggen ze in de gang om 's nachts de weg te wijzen. Maar ze zijn ook in de kamers te vinden. We leggen gewoon de lat op de grond. Ik ga dat een keer voortonen. We leggen het met de lichtstraat omhoog. Daarvoor zorgen we dat de persoon geen angst meer heeft. En dan gaat de verlichting helemaal omhoog gaan. De ledstrips kunnen ook gedraaid worden zodat ze naar de zijkant schijnen. En zo wijzen ze ook hier beter de weg. De nachtelijke resultaten van de uitvinding zijn duidelijk te merken bij bewoners, personeel en mantelzorgers. Eigenlijk hebben wij als familie zeer goed het effect gezien. Wandelden zij eigenlijk op stap naar de leefgroep waar ze eigenlijk een boterham had, een tas koffie dronk en eigenlijk rustig terug naar haar kamer wandelde zonder nog medebewoners wakker te maken. Wij stellen vast dat in eerste instantie mensen langer zelfstandig kunnen blijven. Ze mogen rondlopen, ze mogen gaan, ze storen andere mensen niet meer. We zien ook in sommige toepassingen dat er echt een angstreductie is. Dat mensen veel minder schrik hebben door het feit dat het licht er is. En de oriëntatie is beter, omdat het licht echt toont waar ze moeten zijn. Superhandig is de uitvinding nog niet, want de latten zijn bijvoorbeeld 3 meter lang. Het prijzengeld van 10.000 euro zal gebruikt worden om het systeem te perfectioneren. Ook om het in een gewone woning te kunnen gebruiken. Want 70% van de mensen met dementie wonen nog thuis. Het moet modelleerbaar gemaakt worden en het moet ook een aantal mogelijkheden bieden, zoals bijvoorbeeld sensoren en dergelijke, aan elkaar kunnen vastmaken. Dus dat is waar dat er nog samenlijk werk aan de winkel is, maar een mooi initiatief. Waarom wil niemand graag parkeren in de ondergrondse parkeergarages van Sint-Niklaas? En wat doet de stad daaraan? Straks de antwoorden. Eerst, Katrien, gaan we naar Australië voor het WK wielrennen, want daar tikt het aantal Belgische medailles aan. Ja, elke dag prijs, zo gaat het voorlopig. Ons land heeft op het WK een derde tijdritmedaille beet. Na het brons voor Remco Evenepoel bij de elite en het zilver voor Alex Zegaard bij de belofte, was er vanochtend brons voor Phoebe Joris bij de juniores. De wereldtitel ging naar de ongenaakbare Britse Zoë Bekstedt. Phoebe Joris is 17 en ze schrijft met haar brons een beetje wielergeschiedenis. Ze is de eerste Belgische vrouw die op een WK een medaille in het tijdrijden grijpt. De Britse Zoë Bekstedt is de topfavoriete bij de juniores. Maar ook de Belgen hebben een ijzer in het vuur met Phoebe Joris, de derde van het afgelopen EK. Aan het eerste tussenpunt lijkt de medaille wel ver weg. We zitten goed in het rood, dus dit wordt een lastig verhaal. Joris komt pas als achtste door. Alleskunner Bekstedt is wel uitstekend weg. Zij blaast iedereen weg. Maar Joris heeft duidelijk nog wat overgehouden voor het tweede deel. De Belgische stoomt door en zet zowaar de toptijd neer. Het deel na de klim is echt voor mij omdat ik na de klim heel goed kan doorbijten. Dan het laatste knik hier naar de finish. En dan wist ik finish echt volledig doodgaan. En dat was echt het gedacht. Want ik zag die lijn en ik dacht, oh nee, nog even, nog even. En dan kwam ik erover en dan hoorde ik direct applaus. Ik wist wel, oké, ik heb het wel goed gedaan. En dan zag ik hun ook en dan wist ik wel, oké. Doodmoe, maar dolblij na de finish. Na haar komt natuurlijk Bekstedt nog binnen met de knaltijd. En ook de Europees kampioene zet zich er nog tussen. Brons dus voor Joris. En daar is de 17-jarige dolgelukkig mee. Het is de allereerste WK-medaille voor een Belgische vrouw in het tijdrijden. Bij de jongensjunioren liep het veel minder goed voor de Belgische medaillekandidaat Jens Verbrugge. De vice-Europees kampioen had een vreemd probleem. Hij mocht niet met zijn eigen fiets op pad, want die was een kwartier voor de start nog afgekeurd, omdat er een te groot verzet op gemonteerd was. Verbrugge moest met een reservefiets van de Wielerbond rijden. Hij werd pas 26e. Hij was diep teleurgesteld. Een pijnlijk beeld. Jens Verbrugge wordt voorbijgesneld door Joshua Tarling, de latere wereldkampioen. Hiervoor is Verbrugge niet naar Australië gekomen. De vice-Europese kampioen droomde van een medaille. Ik heb minder nieuws voor Verbrugge. Die rijdt niet met zijn eigen fiets rond. Dit is de reservefiets van de bond. Ik dacht het al. Afgekeurd? Daar is de verklaring. Zijn eigen fiets werd net voor de start afgekeurd door de UCI.
Blijkbaar verkeerd verzet op de fiets. De fiets van Jens is na het EK, hij heeft in juli met ons het EK gedaan, waar hij tweede was, is terug naar huis gegaan. Die fiets is nog op onderhoud geweest en in orde gezet voor het WK. En daar zou een 53 plateau in plaats van een 52 opgestoken zijn. Met als gevolg dat hij eigenlijk niet reglementair is. De 17-jarige renner, zoon van ex-renner en ex-bondscoach Rick Verbrugge, is er het hart van in na de finish. In het tijdrijden is het materiaal cruciaal en op deze manier kon hij zijn kansen niet verdedigen. Hij wil en mag zelf geen interview geven. Gaan jullie dat nu exact uitzoeken of is de moeite niet waard? Ja, we gaan dat wel bekijken, maar hey, we zijn bezig met een junior. Hij maakt fouten, iedereen maakt fouten, wij maken fouten. Maar ja, allee, wij gaan er altijd van uit dat een renner hier toekomt of op een competitie toekomt met het juiste verzet, zoals dat ze een kermiskoers zeiden, ook bij ons. Wij hebben het niet meer gecontroleerd, ja, maar we gaan wel, ik heb contact gehad al met de thuisfront van hem, dus allee, dat is een menselijke fout, maar het is vooral jammer voor die jongen. De individuele tijdritten zijn achter de rug. Vrijdag beginnen de wegritten in Wollongong. Maar eerst is er morgenochtend nog de Mixed Team Relay, of gemengde ploegenaflossing. Drie mannen rijden een rondje, daarna drie vrouwen. En het team dat alles samen de beste tijd neerzet, is wereldkampioen. België start met beperkte verwachtingen. De topfavoriet is Nederland, met een echt sterrenensemble. Onder andere Annemiek van Vleuten, de wereldkampioen de tijdrijden Ellen van Dijk en Mathieu van der Poel doen mee. Van der Poel is nog maar gisteren in Australië geland. Hij rijdt morgen mee op vraag van Van Vleuten. Ja, blijkbaar was vorig jaar of het jaar daarvoor vond ze de mannen dat er iets beter moest om te kunnen winnen. Dus daarom leek me wel een leuk idee. Ja, nou, je vindt het leuk om mee te doen, maar als je meedoet wil je natuurlijk ook winnen, toch? Ja, we maken wel kans, zeker. Dus dat zou helemaal leuk zijn. De Mixed Team Relay is morgenochtend live te zien op 1 vanaf 7 uur. De Rode Duivels bereiden zich voor op hun Nations League-wedstrijden van later deze week tegen Wales en in en tegen Nederland. Ze zijn sinds gisteren samen in Tubeke. Voor Zenon de Bast is dat een vuurdoop. De 18-jarige verdediger van Anderlecht is voor de eerste keer opgeroepen. De Bast mag plots trainen met mannen als Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Thibaut Courtois. Het is allemaal nieuw en groot, maar de Bast blijft er rustig bij. De handen losjes in de zakken. Zeno de Bast ziet er niet zenuwachtig uit op zijn eerste dagen als Rode Duivel. Maar het is toch een beetje een eerste schooldaggevoel. Welkom, Zeno de Bast. Nieuwkomer bij de Rode Duivels. De eerste keer voor de pers en gisteren de eerste begroeting door de bondscoach. Hij heeft me eerst en vooral welkom geheten hier bij de club. En gezegd dat ik veel moet bijleren en veel plezier moet hebben. Tuurlijk hoop je op speelminuten. Maar ja, ik wil gewoon heel veel bijleren, heel veel kijken naar naar de ervaren mannen en zo dat mee te nemen in mijn spel. Nu staat hij met die ervaren mannen op het trainingsveld. De Bast was hier al bij de nationale jeugdploegen, maar hij merkt toch al een paar verschilletjes bij de grote jongens. Wat is er anders? Ja, je merkt wel dat het professioneler is en dat een beetje iedereen zijn eigen planning kan volgen. En je merkt dat iedereen er nog dat klein tikkeltje meer mee bezig is, ook op vlak van voeding en zo merk je wel dat een verschil is. 18 jaar, nog maar een 20-tal matchen op het hoogste niveau en al Rode Duivel, het gaat snel. De Bast werkt al een tijd met een mental coach en dat levert op, vindt hij. Vooral rond zelfvertrouwen en self-defense en zo wel veel kunnen bijleren. En dat heeft mij wel geholpen om op het veld, bijvoorbeeld na een slechte pas of zo, het snel terug op te nemen. En ik vind wel dat men dat merkt. Rustig blijven en bijleren. En misschien debuteert Zeno de Bast deze week in een match ook echt als Rode Duivel. Tot slot hebben we Formule 1. Dat de Grote Prijs van België ook in 2023 gereden wordt, dat wisten we al. En nu kennen we ook de exacte datum. 30 juli. De race op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps schuift dus een maand naar voren. 30 juli, dat is net voor de zomerbreak. De Grote Prijs van Nederland in Zandvoort neemt de plaats eind augustus in. De nieuwe kalender is vandaag bekendgemaakt. Het volgende seizoen zal een record aantal wedstrijden tellen, 24. En opvallend, de Grote Prijs van Monaco, die ook even bedreigd leek, mag wel degelijk doorgaan, eind mei.
Er is dus toch rekening gehouden met de geschiedenis en traditie tot opluchting van heel veel fans. Ongetwijfeld. Dank je wel, Katrien. De stad Sint-Niklaas biedt gratis rijlessen aan. Niet op de openbare weg, maar in twee ondergrondse parkeergarages. Die zijn namelijk nogal smal en vergen enige behendigheid achter het stuur. Het verklaart waarom er amper auto's staan. Niemand wil er parkeren. Maar vandaag kon er geoefend worden met een rijinstructeur. Parkeren onder de grote markt in Sint-Niklaas is voor sommigen een nachtmerrie. Ze raken er niet in, overal staan pilaren in de weg en je raakt er amper uit. Ook Bianca vindt dat ze extra rijles kan gebruiken. Voornamelijk het in- en uitrijden was ik bang voor, met de smalle muren en toch wel steil naar omhoog bij het uitrijden. En dan het parkeren langs de palen voornamelijk. Voor er nu uit te draaien, want dan heb ik ook altijd schrik dat ik tegen de paal... Is er zo wat een richting van, vanaf wanneer dat... Zelfs de lesgever van de lesgevers vindt het hier soms lastig. Ja, het is een hoek van 90 graden en ze moeten dan zorgen dat ze nog aan het ticketje kunnen ook nog. Is het hier niet gewoon veel te smal? Ja, ik denk... Je ziet dat ze er al één van de twee uitrekken hebben afgesloten. Ja, omdat met twee tegelijk was het zeker onmogelijk geweest. Maar de in- en uitgangen worden op termijn gelukkig ruimer. Dus dat wordt groter en iets makkelijker om te nemen. Maar natuurlijk de structuur, de interne structuur van pilaren, ja, voor de stabiliteit, daar kunnen we weinig aan doen. En we merken ook dat parkeerplaatsen ja, niet vergroten, maar auto's dus wel. Ja, en kunt u de parkeerplaatsen niet vergroten? Dat zou toch kunnen? Dat zou kunnen, maar dan verminderen we direct ook heel erg de capaciteit van onze parking natuurlijk. En dat kan ook de bedoeling zijn. Hebt u nu iets geleerd waarvan u denkt, hiermee kan ik aan de slag? Gewoon door het vaak te doen, beheer te durven. En dat is eigenlijk ja, het belangrijkste. Proberen, proberen, proberen. Ook vandaag bleef het fris met zon, wolken en enkele buitjes. Vannacht verdwijnen de buien en komen er brede opklaringen. Minima van 10 graden aan zee tot net boven het vriespunt op de Hoge Venen. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna zon en stapelwolken. Het blijft droog bij maxima rond 17 graden morgen. We begonnen dit journaal met de Vlaamse Katholieke Kerk, die holebies openlijk volledig aanvaardt en zo wereldwijd het voortouw neemt wat betreft holebies binnen de katholieke kerk. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Het is niet onze bedoeling om hier nu vooruit te lopen voor de wereldkerk. Onze bedoeling is te doen wat hier moet gebeuren. Het is voor ons ook belangrijk dat de kerk zo snel mogelijk verdere stappen zet in het volledig gelijkwaardig behandelen van al hun gelovigen. Het komt nooit te laat. Vandaag nog plegen jongeren zelfmoord op basis van identiteit. Mensen die in het verleden hebben geleden daaronder, krijgen vandaag erkenning.